Hallo, hallo. Welkom bij weer een video van Mrs. Brightside. Mijn naam is Danielle Bennink. En vandaag wil ik jullie een kaart laten zien die ik heb gemaakt met de Beautifully Braided Stempel Set. Ik maak deze video in het kader van de Creating Kindness blog en video hop. En vergeet niet om na het kijken van deze video op de link in de description box te klikken om dan door te hoppen naar de volgende video die bij deze video hop hoort. Ons thema deze maand is florals, oftewel bloemen. Ik ben een beetje niet naar bloem, maar meer plant gegaan. Want de afbeelding in deze Beautifully Braided stempelset is een ginkgo plant. Ook wel een bekende daarvan is ginkgo biloba. Ik ga er een clean en simpel kaart mee maken. Daarvoor gebruik ik dus deze mooie stempelset en de volgende materialen. Een basiskaart van Whisper White Thick Cardstock. Die is 10,5 centimeter keer 29 centimeter en heb ik gerild op 14,5 centimeter. Dan heb ik een mat van Whisper White cardstock van 10 centimeter keer 14 centimeter. En ik heb ook een stripje Mango Melody cardstock van 1,5 centimeter keer 10 centimeter. Goed, we gaan beginnen met het stempelen van de mat. En daarvoor gebruik ik de Stamparettas. Ik heb de Stamparettas er even bij gepakt omdat dit vrij grote stempels zijn. En anders moet ik met dat hele grote blok gaan werken. En ik vind eerlijk gezegd deze een stukje makkelijker. Ik zie nu net dat mijn cardstock een zwart vlekje heeft. Hoe dat gekomen is, geen idee. Ik snij even heel snel een nieuw stukje cardstock. En wat ik dus al zei, dit cardstock, gewoon regulier Whisper White, is dus 10 centimeter keer 14. Zo. Dan hebben we in ieder geval een schoon stukje cardstock om mee te beginnen. En dan dus die Stamparettas. Ik gebruik zo'n mooie nieuwe fancy mat. Dat is foam. Dat hebben we nodig omdat de polymeer natuurlijk geen foam van zichzelf heeft. En hier zit dan zo'n mooi geplastificeerd laagje op met een gridpatroon. Wat maakt dat ik het heel goed kan gebruiken om die mat mooi op zijn plek te leggen. Ik had die ginkgo stempel al op mijn plaat geplakt. En ik leg eventjes de stempeldoos eronder om wat tegendruk te creëren voor het beinkten van mijn stempel. Daar gebruik ik Tuxedo Memento Black voor. Altijd even zorgen dat je goed beinkt. Mooie, schone, heldere afdruk is het doel. De Stamparettas helpt ons daarmee, want we kunnen ervoor zorgen dat we overal op die plaat goede druk uitoefenen. Om dan hopelijk een heel mooie zwarte, prachtige afdruk te hebben. Vervolgens haal ik even deze plaat eraf vanwege mijn videostandaard. Normaal kun je die natuurlijk gewoon laten zitten. En plaats ik mijn andere plaat. Ook die had ik al op zijn plek gelegd. Dat is die streep van bloemetjes en blaadjes. Ook die ga ik beinkten. Daar heb ik niet de hele stempel van nodig. Dus beinkt ik eigenlijk alleen maar het gedeelte wat op de kaart gaat komen, of ongeveer. Dat scheelt weer inkt. En dat scheelt zooi. Ik ga even kijken, ik moet er nog eentje hebben. Dat is wel makkelijk als het eenmaal beinkt is. Dan zie je ook precies waar je stempel zou kunnen komen. En vervolgens slaan we ook die klep naar beneden. Drukken we goed aan om een mooie zwarte afdruk te krijgen.
voordeel van deze mat, ik haal eventjes het cardstock eraf, is dat het dus geplastificeerd is en dat ik er dus met mijn chamois overheen kan gaan. En dat dan eigenlijk meteen alles weer schoon is. Dus heb je hem nog niet, dan raad ik hem zeker aan. Op mijn blog www.mrsbrightside.nl vind je alle gebruikte materialen en ook deze mat. Nou kun je heel goed de stamparatus ook gebruiken om de tekst te stempelen. Maar ik ga dat uit de hand doen. I like living on the edge. Nou ja, zo is het niet hoor. Maar ik wil hem mooi in het midden hebben. En met de stamparatus, omdat ik hem eigenlijk al op maat gesneden had, deze strook, kan ik hem niet goed vastzetten met mijn magneet als ik mijn tekst in het midden wil hebben. Dus gaan we hem uit de hand doen. En op hoop van zegen dat ik hem mooi recht en semi in het midden heb. Dit is dus Mango Melody cardstock. En daar stempel ik op met Memento. Nou, dat is mooi gelukt. Er zijn vast allerlei mooie trucjes voor om dat te doen met de stamparatus. Ik heb hem nu even zonder gedaan. Goed. We gaan nu een beetje kleuren. Dit is eigenlijk al het stempelen wat we gaan doen. Maar we gaan wel wat kleuren. Die besjes, die ga ik namelijk een kleurtje geven. Ik gebruik daarvoor Mango Melody Dark and Light. De dunne punt. En dat heb ik eerst door dark gedaan. En nu blend ik eigenlijk een en ander bij elkaar met de light. Vervolgens ga ik zeg maar de hartjes van de bladeren heel ja, grof eigenlijk kleuren. Ik kijk niet echt hoe. Het is gewoon een beetje strepen zetten. De strepen volgen van de tekening. Dat maakt meteen ook waarom deze stempelset zo leuk is. Want die strepen maken dat je al heel snel gewoon een fantastisch effect hebt. Ik kies ervoor om de afbeeldingen niet helemaal in te kleuren. Maar eigenlijk doe ik alsof het een witte bloem is met een soort van mango hart. Dit klopt natuurlijk niet met hoe die plant er in het echt uitziet. Maar ik vind het fris, zo dat Mango Melody met het zwart. Goed, dan gaan we al beginnen aan het afronden van de kaart. Ja, ik heb je gezegd, clean and simple. Wij gaan deze mat op de kaart plakken. Jullie zien dat de blends door het cardstock heen bloeden. Dat is heel normaal. Hoef je je geen zorgen om te maken. Dat komt vanwege de alcohol in de blends. Ik plak hem op mijn kaart. Zo. Wit op wit. Ik hou ervan, maar ja, dat weten jullie inmiddels. Of tenminste, als je me al een tijdje volgt, dan weet je dat ik vaak met wit op wit werk. Ik vind het gewoon heel mooi. We gaan stamping dimensionals dus gebruiken om de tekst op de kaart te plakken. Die heb ik dus 1,5 cm × 10 cm. En ik gebruik de rand van mijn mat om hem recht op mijn kaart te kunnen plakken. En dan zit hij dus net boven dat gestempelde randje. En even kijken, last but not least, waar zijn ze? Oh, hier. Heb ik hier wat rhinestones, die ga ik toevoegen. Maar ik wil ze een kleurtje geven en daar gebruik ik de Basic Black Dark stamping blend voor. Dit is dus zo'n alcohol marker. En het voordeel daarvan is dat ja, dat opdroogt en dan blijven die rhinestones
dus die kleur. Ik heb hier ook de Basic Black Light marker. Dus die creëert een iets minder donkere rhinestone. En vervolgens gaan we deze in drie paartjes van twee op de kaart plakken. Je moet wel uitkijken. Dit heb ik nu net gekleurd. Dat nog even nat is. Dus dat je het niet met je vingers oppakt. Vandaar dat ik even mijn priktool gebruik. Ik kan even mijn take your pick tool niet vinden. Vandaar dat ik deze gebruik. En dan gebruik ik even mijn nagel om hem op het papier te krijgen. En ik combineer steeds een donkere met een lichte. Zo. Eigenlijk een beetje net als die besjes aan die plant. Met z'n tweetjes. En dat geeft dus een heel leuk effect. En het leuke vind ik ook weer is, je hebt in principe gewoon je reguliere rhinestones. En heb je al veel blends, dan heb je automatisch dus ook veel verschillende kleuren rhinestones in je assortiment. Zonder dat je het wist. Zo, dit is de kaart voor de Creating Kindness blog en videohop. Met als thema florals. Een clean en simpel kaart. Dus met die prachtige Beautifully Braided stempelset. Mocht je nou meer willen weten over dit project en alle gebruikte materialen, kijk dan alsjeblieft op mijn blog. De link naar het blogbericht vind je in de description box. En vervolgens, mocht je iets willen bestellen of meer informatie willen over Stamping Up, dan verzorg ik deze informatie of je bestelling graag. Je mag me altijd mailen op danielle@mrsbrightside.nl. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!